Yo gasten, een hele goeiedag allemaal. En hier vandaag een nieuwe Sharpshooter. Ja, ik weet het, weer Sharpshooter. Maar ja, dat is niet anders, want ik bedoel, Black Ops 2 komt ten einde, zoals ik al heb gezegd, in Super Sniper. Nee, Super Shotgun Zondag. Wow, ik raak gewoon door de war met mijn eigen series. Maar zoals ik al had gezegd, bij Super Shotgun Zondag wordt het allemaal een beetje oud en zo. En ik kan niet echt gameplay meer halen, dus ik ga gewoon een beetje proberen nog een beetje rond te klooien in Sharpshooter, kijken of dat nog wat oplevert. En die auto ontplofte wel nice. Of busje, want dat is geen auto, het is een busje. En de crossbow is niet echt super chill. En ik heb er dan ook echt pas gewoon één kill mee, want ja, het is gewoon kloten. Holy shit, kerel loopt even achter me hier zo. Gekke gozer. Oh, stuk, nice. Oké, wegrennen. Chaos to the max met die crossbow. En ik hoop even dat we nu een beetje goede wapens kunnen krijgen, want nou ja, dit is niet echt super nice zo, op deze manier. Met een crossbow. En ik liet hem even gaan, want ik wist dat er hier iemand liep. En die wou ik nogal eventjes gaan killen. Nu zit ik in ieder geval op de bonus, dus dat is ook chill. En ik hou mijn radar een beetje in de gaten. Want dat is natuurlijk iets wat je echt wel moet doen bij Sharpshooter. En zo te zien zit iemand daar op basketbalcourt. Zo te zien is die naar boven gegaan. Dus hopelijk kan ik dan eventjes hierboven komen. Want dit is wel echt de spot in de map die je wil hebben. Al helemaal bij raid. Want dit is gewoon echt een super chille plek om te zitten. En hier kan je gewoon super chille kills maken. En nu hebben we de AN-94. Is ook zeker wel chill. En hier denk ik ook wel een goed aantal killetjes mee te kunnen maken. Als ik het gewoon slim doe. Ik zit al op een merciless. Maar als ik het gewoon slim doe en slim blijf doen, dan zou ik hier echt wel een lekker streakje mee op kunnen bouwen. Maar we zullen het zien, want er is natuurlijk nog niks gezegd en er staat niks vast. Want ik kan het zeker nog wel gaan verpesten. En waarom gaat hij daar schieten überhaupt? Oeh, maar goed dat ik mijn reload daar cancelde, want anders dan was ik nog aan het herladen en dan was ik daar echt wel dood gegaan. En ze komen hier echt overal vandaan nu. En ik moet hier echt eventjes een klein beetje weggaan. Nu hebben we in ieder geval de M8. Ook een goed wapentje. En zo te zien. Oeh shit. Ik moet daar weg, want er staat iemand in het raam te campen. Oh, gelukkig one burst ik hem. Oh mijn god, hij is echt zo boos. Oh mijn god. Ik begin hier echt goed te gaan. Maar nu wil ik het niet verneuken. Want als ik het nu ga verneuken, dan ben ik echt boos. En ik begin gewoon gespannen te raken, want ik zit gewoon weer op een hoge streak. Ah, oh, what the fuck, jongen! Oh mijn god, ik had niet eens door dat hij daar stond. Had ik mijn radar maar in de gaten, in de fucking gaten gehouden, jongen. Fucking 23 om 0. En dan moet hij het weer zo gaan verneuken. Mijn god. En de herlaat is ook weer gewoon 3, laat het zeggen, gewoon weer kut. En dan gaat in één keer alles kut. Terwijl ik echt dacht dat ik daar wel een hele goede kans had om eindelijk die fucking nuclear te halen. Die ik al lang wil halen tegen het einde van Black Ops 2. Want die moet ik echt nog een keer halen en ik wil hem gewoon halen. Dat is echt gewoon een soort van battle tegen mezelf. Dat ik gewoon die fucking nuclear wil gaan halen. Alleen het is me gewoon weer niet gegund ofzo. Tenminste, ik kijk gewoon weer dom niet op mijn radar. En wow, slechte aim. Maar nu hebben we de TAK-45, is op zich ook een goed wapen. En ik ga gewoon eventjes kijken hoe goed ik dit potje kan gaan eindigen. Want het is te laat om nu nog een goede streak op te bouwen. Tenminste, ik kan wel een goede streak opbouwen, maar dan kom ik nooit meer aan de nuclear. Omdat ik dan waarschijnlijk, als ik op een goede hoge streak zit, het potje weer voorbij is. Dat is altijd bij mij. Maar op zich kan ik nog wel eventjes een aantal lekkere killetjes maken. En een lekker streetje proberen op te bouwen. Ik zit in ieder geval weer op een merciless. En waar is deze kerel heen? Ik ben hem kwijt, maar ik loop gewoon door. Want hij liep ergens achter me. Deze kerel loopt gewoon heel dom te schieten daar zo. En dan word ik in mijn rug gekild. Wat jammer is, maar ik baal er weer van. Want ik had daar makkelijk weer een lekker streetje kunnen opbouwen. Maar dan verneuk ik het weer door eventjes mijn radar niet in de gaten te houden.
Waardoor die 23e streak gewoon door de play gespoeld wordt. En dat is echt super zonde. Maar dat is gewoon weer dom. En ik kijk wel hoe ik dit potje kan eindigen. Ik denk dat ik nog wel een aantal killetjes kan gaan maken. En nog een aantal puntjes kan gaan binnenhalen. Hem niet, want hij staat te ver. Hij staat tenminste dichtbij genoeg. Hopelijk komt deze kerel mij challengen. Nee. En dan kan ik hopelijk nog hier een kill maken. Oh, wat? Hij pwnt mij. Nou ja, ik ga nog een potje doen, want dit potje is voorbij. 755 scoren. 39 om 4. 23 streak. Door de play gespoeld. Fucking hell. Dat is echt zonde weer. Dat is echt weer zonde. Maar ik ga nog een potje doen. Kijken of ik daar wel een hoge streak kan gaan halen. Ik baal er wel van enorm. Want dit was gewoon echt weer een lekker streakje. En ik heb zoveel 20 plus kill streaks gehaald in Sharpshooter. Je wil niet weten, dat is echt niet normaal hoeveel 20 plus streaks ik heb gehaald. Maar dit was dus weer een 23 streak. Hopelijk gaan ze weer voor raid. En hopelijk kan ik er weer in die kitchen komen en daar weer een aantal kills gaan maken. Oh man. Waarom ging ik er ook zo dom staan? Want hij kon me vanaf dat raampje zien, dat had ik moeten weten. Überhaupt, ook al stond er toen nog niemand. Ik had gewoon daar niet eens moeten gaan staan voor het geval dat er iemand in de zij zou komen. Maar ja, ben ik weer te arrogant voor? Nee, niet te arrogant. Gewoon, daar let ik dan weer niet op. Omdat ik echt in een flow zit van kills maken, kills maken, kills maken. Maar ja, hopelijk gaan ze nu voor eten. En hopelijk kan ik nog een lekker streakje neerzetten. En ik wil echt nog een keer die sharpshooter nuclear gaan halen. Want ik word er zo scheidsziek van hoe vaak ik al een 20 plus streak heb gehaald. En volgens mij zeg ik dit echt ieder potje sharpshooter waar ik echt een hoge streak haal. Maar ja, het is gewoon echt niet normaal hoeveel 20 plus streaks ik heb gehaald in sharpshooter. Dat is echt gewoon eng. En daar word je echt gewoon boos van. En als dit een moopstreak was geweest en ik ging echt de hele tijd dood op een 20 streak of zo, dan zou ik ook gek worden. Vooral als mijn eerste moop zou worden. Want dit wordt mijn eerste sharpshooter nuclear die ik nog niet eens gehaald heb. En die ik al echt een hele lange tijd aan het proberen ben om te halen. Ik weet nog echt een keer dat ik één keertje, toen was ik bij een maat van mij, Emil. En toen hadden we daar een LAN party en toen ging ik er echt voor de sharpshooter nuclear. En toen heb ik op een gegeven moment echt, hij lag al te slapen of zo, want het was midden in de nacht, 4 of 5 uur in de nacht of zo. Hij was kapot, hij lag te slapen en ik denk, oké, ik ga pas slapen als ik de sharpshooter nuclear heb. En toen heb ik denk ik 3 uur lang gespeeld of zo en continu 20 plus streaks. En ik werd er echt zo gek van dat ik op een gegeven moment me gewoon die PlayStation heb uitgezet. Omdat ik er echt gewoon pissig van werd. En ja, ik kon het gewoon niet meer hebben. Gewoon de hele tijd die 20 plus streaks. Word je na een tijdje echt ziek van. Maar goed, het is niet anders. En zo te zien lopen ze erachter ergens. Oh nee, waarom pak ik de grenade launcher? En waarom bleef ik niet doorschieten op de kerel Wolen? Die fuck, waar vandaan schiet hij dan? Oh shit, hij zag me vanaf die kant. Oké, chill. Even die grenade launcher kijken. Oh nee, we zijn al gewisseld. 5-7. Hiermee kan ik wel een goede beginstreak maken. En als ik die beginstreak helemaal heb, dan heb ik het gevoel alsof ik echt sterker ben. Tenminste, alsof ik echt veel lekkerder speel. Als ik gewoon eventjes die beginstreak heb. En gelukkig zag hij me niet echt. Moet ik oppassen als ze weer in het raam komen. Want die kill was alweer bijna bij het raam. En had hij me weer gewoon makkelijk kunnen killen daar. En dat is echt de meest riskante plek. Als ze in dat raam gaan klimmen, dan ga je echt zo'n slechte tijd tegemoet. En ze komen hier nu van twee kanten. Dus dat is niet chill. En hiervoor gaat er nog eentje komen. Moet ik hem wel raken. Naast me ook bijna geturnd. Maar nee. Dat was alweer bijna merciless of zo. En nu de Vector in ieder geval. Op zich ook een prima wapentje. Moet ik wel raken en die kill pakken. En gelukkig wist ik dat hij er op de radar aan zat te komen. En eventjes die radar sweep weer afgewacht. Want dan weet ik tenminste waar ze weer vandaan komen. Oh mijn god. En ik zag die kerel erachter weer spannen. Hij blijft mij maar challengen. Hij wil mij echt dood hebben. En nu moet ik echt even voorzichtig doen. Want ik heb nog steeds continu redscreen. En continu redscreen is niet echt chill. Want dan gaat er echt een moment komen dat je hartstikke hard dood gaat. En hij wou me denk ik knife. Ik weet het niet zeker. Maar ik wil het risico niet eens nemen om genife te worden. En ik ben ze nu eventjes kwijt. Oké, ze lopen hier ergens in het midden. En ze gaan daar vandaan komen. En dan zit ik alweer op een merciless. En hopelijk gaat hij terugkomen. Nee, dan gaat hij hier komen als het goed is.
Hij prefire mij gewoon, ja, dan prefire ik hem ook wel. En dan is het gewoon degene die als eerste de goede aim heeft. Of als eerste aan het goed richten is, die heeft gewoon de kill. En ik denk dat deze kill hier wel ergens omhoog gaat komen, jawel. Was ik nog bijna dood ook. En ik moet er nu echt even wegwezen. Want ik wist dat iemand aan zat te komen. Maar goed dat ik achteruit het raam uitsprong. Want anders dan had ik natuurlijk ook weer het geval... Ik moet hier echt even wegwezen. Want de kill gaat nu achter mij aanlopen. En dan hebben we de fucking knife. Dit gaat echt kut worden. Knife op een 15 of 16 streak is echt een hel. Want dit ding is echt... Dit wapen, de knife, is echt zo een choke streak wapen. Oké. En ik ben van plan om dit wapen echt even rustig af te spelen. 20 seconden nog. Maar ik wil deze echt even rustig spelen. Want ik wil mijn streak gewoon niet kwijtraken. 29-3. Laatste keer dat ik dood ging was het 11-3. Dus 18 streak nu. En ik wil deze echt even rustig uitspelen. Want ik wil echt niet doodgaan op die knife. Want dat is helemaal irritant als je doodgaat op de knife. En dan komt hij in de laatste 3 seconden achter me. Waarom keek ik daar niet op tijd? Oh mijn god. En nu hadden we de B23 gehad. Hier had ik zo makkelijk zoveel kills mee kunnen maken. Wauw. Dat is gewoon weer echt kut. Gewoon dat ik op zo'n manier weer dood ga. Gewoon de laatste 2 of 3 seconden van het wapen. Dat ik gewoon weer niet achter me kijk. Terwijl ik hem al lang op de radar zag. Alleen die radarsweep die duurde best lang. En ik dacht eigenlijk dat hij nog niet bij me in de buurt zou zijn. Maar kennelijk was dat dus wel het geval. En daar word je niet blij van, kan ik je vertellen. En nu even herladen, want er zitten hier 2 kerels. En eens eventjes kijken of ik hem nog kan killen, want hij spant. Hier moet ik wel blijven raken. En we gaan van Akimbo naar Akimbo. En hem prefire ik echt zo teringhard. Maar ja, dat is gewoon super handig om gewoon eventjes te prefire als je denkt iemand te zien. Jij bent dom dat je gaat klimmen. Jij bent dom dat je mij komt challengen. En ik ben dom dat ik daar ging springen, maar toch heb ik hem. Je hebt weer dom dat je gaat klimmen. Waarom ga je het raam in klimmen? Gewoon afwachten moet je doen. Je moet eigenlijk nooit dat raam in gaan klimmen. Oh, wauw. En dan zit ik te gefocust op die kerel. En ik heb nu wel veel meer punten dan het vorige potje. Dat is echt best wel opmerkelijk dat ik veel meer punten heb dan het vorige potje. Maar geen... Nou ja, trouwens, 18 en 23 streak, dat ligt nog wel redelijk dicht bij elkaar. En nu word ik gewoon echt geowned. Maar goed, 890 punten. Dat is het einde, jongens. Bedankt voor het kijken. 45-7. Laat een groen duimpje achter voor een 23 streak en een 18 streak dit potje volgens mij. Ik baalde weer van dat ik het gewoon niet heb kunnen halen. Maar goed, het komt er binnenkort aan. Dat beloof ik. Echt waar. Ik wilde echt voor mezelf gewoon puur voor gaan voor die sharpshooter nuclear. Maar goed, jongens. Dit was hem. Bedankt voor het kijken. Laat een groen duimpje achter. En tot de volgende keer, jongens. Bedankt voor het kijken. En nieuws.